Welkom allen, welkom bij Lingewaard Fit, het sportconcept voor thuis. Staat u in de woonkamer, staat u in de ruimte, probeer zelf wat ruimte te maken, zodat u vrij kunt bewegen. Dat is wel even belangrijk om in de gaten te houden. We gaan beginnen met de warming-up. Dus we beginnen zo meteen rustig met wat stappen. Waarbij de voeten net van de grond komen, proberen een mooie rechte houding aan te nemen. En dan gaan we zo meteen de knieën wat hoger optrekken. Dus bepaal zelf uw tempo. U mag op mijn tempo nadoen. Aanhouden. Oké. Dan gaan we de knieën wat verder de lucht in doen. Heel goed. Keurig. De hartslag komt als het goed is al een beetje op gang. En dan gaan we daar nog wat extra zo erbij zetten. De handen die gaan naar voren. Dus we maken een soort boksbeweging. Hartstikke goed. Til de knieën goed de lucht in. Blijf mooi rechtop. Oké, en we gaan de handen eens even op en omhoog doen. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Keurig. En we gaan de pasjes weer ietsje kleiner maken. Goed. Voeten ietsje verder uit elkaar. Probeer weer die mooie houding aan te nemen. Handen naar voren. Hop. En linksom. En rechtsom. U mag meekijken. Juist. Nog één keertje naar links. En een keertje naar rechts. Heel goed. Voeten blijven staan. Armen naar beneden. Hop. En omhoog. Maak weer lang. Maak een bolletje. En weer lang. Heel goed. Nog twee keer. 1. 2. Oké. En we hervatten de pas. En dan merkt u dat de armen wat losser zijn. De rug die wordt soepeler. En de hartslag die gaat omhoog. Dat is wat we willen bij de warming-up. Keurig. Nog één keertje. Pakken we de boksbeweging erbij. En dan komt u maar. En omhoog. Heel goed. En naar voren. Keurig. Oké, goed. Zwaai nog even rustig een beetje de armen rond naar voren. En naar achteren. Kan per 1. Kan ook per 2. Oké, en dan mag je één arm naar voren. Heel goed. Zwaai een paar keer naar achteren. En de andere kant. En achteren. Heel goed. Schud even uw handen los voor de benen. En dan ben ik er in ieder geval klaar voor. En ik denk dat u ook warm genoeg bent om het eerst de lunge boven het hoofd. Ja, en u denkt wel een rare titel. Ik kan me voorstellen. U ziet zo meteen wat we gaan doen. Het heeft niks te maken met eten. We gaan zo meteen het gewichtje, dus de kilo die u vast heeft, boven het hoofd brengen. En dan gaan we de lungebeweging uitvoeren. Lungebeweging is als volgt. U zet één voet zijwaarts naar voren toe. Sorry, voorwaarts. Andere voet naar achteren. En wat u gaat doen is recht naar beneden zakken. En dan eindigt u in een mooie hoek. Ja? Zet de voeten niet te smal neer. Maak een mooie grote pas. Hoe dieper u inzakt, hoe zwaarder de oefening wordt. Dus probeer in eerste instantie maar eens een klein beetje te voelen hoe ver voor u goed is. Ja? Boven het hoofd gaan we hem doen. Met het gewichtje. Dus we gaan zo meteen proberen. Vanuit hier. 1, 2. Ja? 1, 2. Als je bent naar beneden zakt. Gewichtje naar beneden. Mag ook vanuit hier. Als je boven bent. Omhoog. Ja? We gaan er straks 6 keer rechts voor doen. 6 keer links voor. Dat is 1 oefening. 1 herhaling. Ja?
Daar gaan we. Grote uitvalspas. Hoe breder u hem zet, hoe groter het steunvlak, hoe beter u blijft staan. Goed. Straks. Beginpositie. 1. 2. 3. Hou dat vol. 4. 5. 6. Als u merkt dat u erg veel moeite heeft met de balans, dat kan. Ik had het net ook eventjes. Geef niet. Leg dan gewichtje in eerste instantie even aan de kant, zodat u de beweging in ieder geval goed uitvoert. Ja. Linkerbeen. Komt u maar. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Oké. Dit eerste setje zit er alweer op. Het is een pittige oefening, want u gebruikt eigenlijk bijna het hele lichaam. Zowel de benen, zowel de rug als de armen. Dat is een hele goeie. Ja. Nogmaals, hoe dieper u de knieën buigt, hoe zwaarder die wordt. Dus begin klein en ga daarna kijken hoe ver u kunt gaan. Onthoud, er moeten nog 3 setjes. Goed. Volgende setje, rechterbeen voor. Rug recht stand. En dan komt-ie. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Andere kant. Doe hem een keertje vanuit vooraanzicht. Ja. 1. 2. 3. 4, 5, 6. Yes. Oké dan. Tweede ronde gehad. Voelt u wel een beetje? Ik wel hoor. Vooral aan de benen. Gelukkig maar, anders waren we voor niks bezig. Ja. Oké. Goed. Volgende setje. Daar gaan we weer. Rechterbeen vooruit. Linkerbeen achter. Een grote uitvalspas. Ja, rechter rug. En bepaal zelf hoe diep u inzakt. 2. 3. 4. 5. 6. Wissel van kant. 1. 2, 3, 4, 5, 6. Hartstikke goed. Nogmaals, zware oefening. Nog 1 setje. En dan zit hij er al op. Hartstikke goed. Dan lukt het met de balans. Zou je graag thuis willen zien hoe je in de woonkamer bezig bent? Hartstikke goed. Dat verdient een compliment. Naar mij, maar ook naar uzelf toe. Ja. Goed. Dan gaan we weer. Rechterbeen heel snel even rust gehad. En dan gaan we starten. 3, 2, 1. Start. 1. 2. 3. 4. 5, 6. Ja. Wissel van kant. Laatste keer. Kom op. Pers die krachten nog een keertje uit. Ja. 1. 2. 3. Ja. Ja. Soms moet je zich even herpakken. 4. 5. 6. Dan ziet u dat in het laatste herhaling gebeurt, hè. Dus dat is ook een stukje vermoeidheid. Mag allemaal, dat is hartstikke goed. Oké, dit was de lunge met bovenhandse beweging. Zit erop. Oké, de shoulder press. U hoort het al, de shoulder, schouder, press, drukken. Dus we gaan de schouders omhoog drukken. En daarvoor beginnen we in de beginpositie.
Dan mag je de voeten weer stabiel neerzetten. Lichtgeboogstand in de knieën. Ellebogen weer 90 graden. Dus vanaf de polsen tot aan de schouder. Een hoek van 90 graden. Ja. Je mag eventueel gewichtje pakken. Hoeft niet. Mag ook zonder. Oké. Dit is dus de beginpositie. En dan gaan we vanuit hier. Hop. Omhoog. 12 stuks. Eerste al gehad. 2. 3. Je mag de voeten ook zo neerzetten als je dat prettiger vindt. 4. Als je maar blijft staan. 5. 6. 7. 8. Nou, dat vol. Recht omhoog. 9. 10. 11. 12. Keurig. Haal de schouders een keertje op. Even de spanning ervan af. Leg eventueel de gewichtjes even weg. En dan gaan we weer. Tweede oefening. Als je net één been voorwaarts had, mag nu het andere been voorwaarts zetten. Mag ook de voeten naast elkaar. Op deze manier. Yes, helder. Klaar voor de start. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Heel goed. 9. 10. Hou vol. 11. Nog eentje. 12. Keurig. Nou, als het goed is, voelt u weer in die schouderkoppen aan die voorkant. Daar. Juist. Begint hij wat zeer te doen. Begint hij wat te zeuren in de schouder. Vervelend. Leg dan gewoon eventjes de gewichtjes weg, hè. En doe het dan een keertje zonder. Denkt u van, nou, het gaat me goed af. Dan houdt u ze gewoon vast. Oké dan. Derde setje. Komt hij weer. Zijn we opgeladen? Ja. Start. 3. 4. 5. 6. 7. Nou, vol. 8. 11. 12. Juist. Dat is weer het derde setje. Gaan we zo door met nummer 4. We moeten bedenken, heeft u al bijna 50 keer de oefening uitgevoerd. Dus dan worden die schouders behoorlijk getriggerd. Ja? Geeft de burger moed. Goed. Oké dan. Laatste oefening. Als u bij de laatste denkt van, nou, nu vind ik het voldoende met de gewichtjes, mag hè. Leg dus aan de kant. Gaat het goed? Dan gaat het goed. Oké. Komt ie weer. 3, 2, 1, start. 6 op de helft. 11, laatste, 12. Keurig. De shoulder press. 4 keer 12 herhalingen gedaan. Hartstikke goed. De squat oefening. De squat oefening die kent u wellicht qua term. En de squat oefening is met name gericht op de bovenbenen, op de billen en op de lage rug die we gaan trainen. We gaan de oefening 4 keer 12 herhalingen doen. En we beginnen met het eerste setje. Goed, ik doe hem een keertje voor. Mag u meedoen, zet de voet op heupbreedte. De handen die strekt u naar voren toe. En u gaat langzaam deze beweging maken. Belangrijk hierbij is, dat de billen als eerste naar achteren gaan. En dan zakt u naar beneden. Heel goed. Hoe dieper u gaat, hoe zwaarder de oefening wordt, hoe harder de benen moeten werken. 6. 7, vanuit zijn aanzicht. 8. 9.
Hou vol. 10. 11. 12. Oké. Even kort rust. En dan gaan we zo meteen door naar het tweede setje. U is het denk ik opgevallen, maar ik zei al, goed met de billen naar achteren. En probeer dan hierbij de knieën niet voorbij de tenen te laten komen, omdat er anders te veel druk komt op de knie. Dat willen we vermijden. Ja? Dus de billen naar achteren en de knieën niet voorbij de tenen. Goed, met elkaar nog een keertje op. We gaan starten met de tweede set. Handen naar voren en zakt u rustig in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, nog eentje. 12. Keurig. Hartstikke goed. Als het goed is, voelt u de bovenbenen al een klein beetje wellicht. Voelt u de rug? Hartstikke goed. Heeft u ergens last van? Probeer dan de oefening ietsje minder diep uit te voeren. Dus je mag hem tot 90 graden bewegen. Hoek in de knie. Mag ook hoog blijven. Ja? Oké dan. Genoeg rust gehad. We gaan naar de derde set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Keurig. Hartstikke goed. Neem even een slokje water. Als u dat bij zich heeft staan. En anders rent u zo meteen even snel naar de keuken. Heel goed. Kunnen de benen weer. Laatste setje. Komt u maar. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, nog 2 stuks, kom op, 11, 12, zo, dat waren de bovenbenen, de bilspieren en de lage rug. De grondoefening, met name gericht op koorstabiliteit, maar ook een stukje schouder en benen. Ja? U mag zo meteen op handen en knieën op de grond komen zitten. Heel goed. Deze manier. Pak even een handdoekje. Pak even een handdoekje of een matje voor op de grond. En zorg dat u geen last krijgt van de knieën. Dus eventueel een extra handdoekje onder de knieën, zodat die niet te hard op de vloer liggen. Ja? Oké. Beginpositie. Wat we straks gaan doen. We gaan in eerste instantie één been naar achteren duwen. 1. En dan blijft uw rug recht blij. Dus probeer niet te veel de rug mee te draaien. Maar houd de rechte rug daar. Ja? Oké, dat is de bedoeling. We gaan hem straks 6 keer rechterbeen naar achteren schoppen en 6 keer links. Zodat we weer 12 herhalingen hebben, gaan we 4 setjes doen. Ja? Mocht de oefening te makkelijk zijn, zal ik gedurende de oefening nog wat uitbreiden. Mocht u zeggen van nou, ik vind hem prima zo, dan is het prima. Hoe hoger u uw been optilt, hoe lastiger die wordt. Vindt u het lastig om op de grond te klimmen? Om de grond te bewegen en met het opstaan straks, geef niet. Dan mag u gewoon aan de tafel of aan de stoel dit alternatieve oefening doen. Is die, ja?
Mag ook. Dus hij mag op de grond, hij mag ook in stand. Goed. Dan gaan we starten. 6 keer rechterbeen gaan we mee beginnen. 3, 2, 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wissel. 3. 4. 5. 6. Oké, hebben we eventjes rust in de rust. Zal ik even een alternatief nog bieden als je de oefening wat te makkelijk vindt. Ja, wordt hij gelijk wel een stuk moeilijker, dus let erop. Let op de veiligheid. Dan gaat u tegelijkertijd, als u benen achteren doet, ook de hand naar voren steken. Ja? Daar. Daar. Ja? Hoeft niet. Mag wel. Oké, volgende, tweede serie. Zet hem op. 1. 2. 3. 4. 5. 6. En wissel van kant. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Goed. En we eventjes rust. In de rust mag u of even gaan zitten of u neemt even wat druk van de knieën af. Goed. Gaan we zo meteen weer starten. De volgende set ga ik weer doen zoals de eerste, dus zonder de handen. Yes? Oké. 3, 2, 1. 1. 3. 4. 5. 6. Wissel van kant. 1. 3. 4. 5. 6. Goed. Dan zijn we weer bijna bij de laatste serie aangekomen. Naarmate u deze oefening vaker doet, dus eigenlijk met elke oefening zo, hè, ziet u dat u progressie maakt. En dan bent u misschien wellicht nog nu bezig zonder de handen erbij. Maar als dat straks wat makkelijker gaat oefenen, dan kunt u kijken of u de hand een heel klein stukje kan optillen. Ja? Om het maar proberen. Dan kunt u vanuit daar gaan uitbouwen naar de volledige strekking. Goed, daar gaan we weer. Laatste setje. Ik doe hem zonder handen. Komt-ie. 1. Rechter rug. 2. 3. 4. 5. 6. Wissel van been. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Jawel. Hartstikke goed. Oefening zit erop. U bent geslaagd. De balansoefening. U kent hem al, we deden hem vroeger eigenlijk allemaal en ik doe hem nog steeds wel eens. Op één been staan. Dus we vragen zo meteen wat van de stabiliteit. Zorg hierbij wel dat u altijd even een steuntje heeft. Dus mocht u neigen naar één kant, dat u hem altijd eventjes kan bijzetten en eventjes iets kan vastpakken. Ja, dus probeer niet een al te lichte stoel te pakken of een klein krukje. Probeer echt een zwaarder iets te doen of schuiven tegen de muur. Goed, we gaan zo meteen op beginnen met het rechterbeen. Die gaan we 15 seconden of 20 seconden gaan we die uitdagen en gaan we op het rechterbeen staan. Doen we 4 keer rechterbeen en 4 keer linkerbeen. 20 seconden. Yes? Daarbij mag u proberen een licht gebogen kniestand te houden. En probeer niet te veel de knie naar binnen te laten knikken. Dus hou die knie mooi naar buiten toe in de lijn van de voet. Ja? Trainen we ook nog een klein beetje bovenbeen. Goed. 20 seconden rechterbeen. Zoek uw steun. Klaar voor de start.
af. Hartstikke goed. Mag hem vasthouden. Gaat dit goed? Dan doet u natuurlijk zonde. Heel goed. Als jullie met z'n tweeën zijn, pak elkaar dan eventjes vast. Ja, nog 3, 2, 1. Wissel van kant. Oké. Linkerbeen. Voet wijst recht vooruit. Knie in de lijn van de voet. En dan gaan we weer 3, 2, 1. Start. Heel goed. Hou dat vast. Probeer te balanceren. Raakt u uit balans en pakt u hem eventjes vast. Of zet u even de andere voet bij. Ja. Nog 5 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Oké. Dit is wat u kunt verwachten. Ja. Het is niet een hele uitdagende oefening. Dus we gaan gewoon gelijk lekker door. Rechterbeen. 20 seconden. Komt u maar. Start. Heel goed. Als u merkt dat de knie naar binnen wordt gestuurd, hè, probeer hem dan weer terug te trekken naar die buitenkant. Zodat er mooi in één lijn daar staat. Nog 5 seconden, hou dat vast. 5, 4, 3, 2, 1. Keurig. Wissel van been. Oké. Start. 20 seconden. Juist. Als u dit te makkelijk afgaat, kijk dan maar eens of u één hand kan strekken. En de andere kant. Kijk maar eens of dat lukt. Breng uzelf een beetje uit balans. Heel goed. Heeft u wel moeite om überhaupt rechtop te blijven staan, dan is dat voor u natuurlijk voldoende. En alles is goed. Dus geen fout. 3, 2, 1. Wissel van kant. Oké, daar gaan we weer. Rechterbeen, laatste setje. 20 seconden. Komt u maar. 3, 2, 1. Start. Heel goed. Blijven staan, blijven staan. En nog 5 seconden. Houden we dat vast. 3, 2, 1. Yes. Oké. Linkerbeen. Komt u weer. Start. En u ziet naarmate de vermoeidheid wat optreedt eventueel in het bovenbeen, hè. Zijkant. Merkt u ook aan mij dat ik wat meer ga bijsturen. Maar dat is niet erg, hè. Want dan zitten we in die trainingsprikkel. Heel goed. Oké, dan 3 seconden. 3, 2, 1. Keurig. Hartstikke goed. De balansoefening. Altijd goed om het vaker te doen, ook bijvoorbeeld tijdens het tandenpoetsen. Zodat u dat in ieder geval kan trainen thuis. En dan zijn we aangekomen bij de cooling down. Dus dat betekent dat we net de warming up hebben gehad. We hebben net een aantal krachtoefeningen gehad, gericht op de armen, benen en de rug. En eventueel hebben we zelfs wat balansoefeningetjes gedaan. Als dat niet zo is, dan kijkt u de volgende training natuurlijk weer. En dan zijn we nu aangekomen, dus wat ik zei, bij de cooling down. Bij de cooling down gaan we rustig eventjes wat strekken, langzame bewegingen maken en de boel wat oprekken. Zodat u nog eventjes kan genieten van de dag. Ja? Goed. We gaan zo meteen een langzame beweging maken vanuit het bovenlichaam. En dan mag u eventjes, hop, draaien. Daar. Dus de heupen laat u staan. Hop. Maak de beweging langzaam af. Keurig. Heel goed. Eén keer links, één keer rechts. Het gaat erom dat u de beweging mooi afmaakt en nu zich lang maakt. Dus rek nog eventjes uit. Daar zo. Hop. Hop. Goed. Dan gaan we ons even lang maken. Strek u helemaal uit. U mag zelfs eventjes op de tenen gaan staan. En laat u dan langzaam zakken. Weer op. Strek u uit. U mag even de tenen staan. En laat u weer langzaam zakken. Goed. 2 keer. Op. En
langzaam zakken. Een soort ski springen. En langzaam zakken. Juist. Heel goed. Kijk of het lukt. Zoek anders even een steuntje. Onder de bovenbenen. Ja. Andere kant. Dan zijn we bijna bij het einde aangekomen. Neem zo meteen even goed een flinke slok water. Vul een glas. Dan kunnen de afvalstoffen die zijn vrijgekomen bij de krachttraining kunnen goed worden afgevoerd. Juist. Dus voor de schouders deze. Hè? Dus trek je arm recht vooruit. Laat hem voor u langs gaan en trek hem dan nog eventjes wat verder. Dus voelt hem hier aan de achterkant, zijkant van de schouders. Yes. Hetzelfde voor de andere kant. Wat een hele mooie aanvulling is, is op het krachttrainen. Is om vanuit de voeding wat extra eiwitten te eten. Zodat alles wat u nu opbouwt met de krachttraining, dat het ook wordt bijgezet door de voeding. Denk daarbij aan een eitje, denk daarbij aan een kwark, yoghurt, een stukje vis, een stukje vlees als u daarvan houdt. Oké, goed. Schud de armen nog eventjes uit. En dan wil ik u bedanken. Dit was weer een aflevering van Lingewaard Fit. En wellicht tot de volgende keer. In ieder geval voor nu. Hard gewerkt. En hou dat vast. Ga lekker naar buiten. Tot ziens.